Kijk nou, het gras van de buurt is zo mooi. Groen en bloempjes. Kijk haar nou. He? Waarom groeien ze bij haar zo perfect? Haar tuintje ligt er beter bij. Ja, dat komt, ze heeft veel meer zon. He? En daardoor ook schaduw. Ja, we doen het allemaal. We kijken allemaal naar de ander. Wat heeft hij wel of wat heeft ze niet? En waarom ik niet? Dit kan zo aan je vreten. Ja, ik zou eigenlijk willen dat het meer aan me zou vreten. 3 dingen moet je doen. 3 dingen. Stop met kijken naar een ander. Kijk naar wat je zelf wel doet. Wat doe ik? Hoe kan ik het beter doen? Stop met vergelijken. Kijk niet naar een ander. Diegene is helemaal niet belangrijk. Je kunt leren van een ander en dan spreken we dus ook van gezonde jaloezie. Jaloezie die je motiveert, die je vooruit duwt. Nou, en het tweede wat je moet doen, dat is heel lastig hoor. Stoppen met klagen. Dat geklaag, genoeg. Helpt het klagen? Raak jij door gemotiveerd? Misschien wordt het tijd om jouw tuintje wat water te geven. Het mest te geven. Investeer, creëer. En uiteindelijk zou jouw gras weer prachtig groeien. Hé, staat dat erop? Ja, je leidt me continu af. Wat zei je? Dat zei het beter, hè? Oké. Okay.